Deze finale bij de boys team. We gaan kijken naar de Spanje-Rood, Marijn van der Het Jengel de Leeuw, Tristan van der Sander, Dijn Bongers, Nick Kleusens, Rick Kroeven, Dijn van der Hater. En Maasje van der Hater, die zit op die vijfde plek, maar is in gevecht hoor. In gevecht voor de vijfde plek, die zit dan op die eerste plek. Want daar is het team te doen. Is dat dan Spanje-Rood of is dat Merrigan of Jengel de Leeuw? Zou het ook zomaar wel kunnen zijn? We gaan kijken, dus het is erbij komen. Het is namelijk de 160 van Jengel de Leeuw, die hier de B-finale als eerste voorbij gaat. We komen naar achtervolging de 116 en de 116 plaat is Stijn de Groot. Stijn de Groot op die mooie tweede plaats en dan is Van den Haven doorgestoken dan toch nog naar die derde positie in die B-finale. En daar pakt hij toch nog extra puntjes of krijgt hij nog aan de stok van de Zander. Daar lijkt het niet op en is de strijd gestreden, pakt hij toch nog een derde plaats.